Hey mensen, top dat jullie weer kijken naar een nieuwe werkplaatsvlog. Hebben jullie een beetje zin in? Nee. Ja, natuurlijk! Oh ja! Maken vandaag. Ja, zo is het hè. We gaan kijken naar onze schranklader. Hij doet het al. Tenminste, de motor loopt. Maar rijden doet hij nog niet zo geweldig hè. Kom even kijken. En we hebben er nog lekker weer op ook. Dus wat wil je nog meer? Hij staat er nog. Hé, hey, maar nou wij zo up-to-date zijn met de werkplaatsvlog, kunnen we wel even reacties kijken van gisteren natuurlijk. Laten we kijken. Ik lees vanaf boven naar beneden. Hè. Dus eerst de best beoordeelde reacties. John zegt, ja, weer terug. En veel plezier met de ratel. Super tof dat hij erop kwam. Dat is natuurlijk John die de ratel had gegeven. Top man. Alex zegt, ik tril en zweet niet meer. Fijn die nieuwe video van 3 kwartier. Top man, hè? Volgens mij zijn er mensen met een verslaving. Duurde die 3 kwartier? Hij duurde 3 kwartier bijna, ja. Oh. Ja. Boer Harms, die zegt, Normandië, daar moet ik ook nog eens naartoe. Op die oude slagvelden kijken. Bij Vimoche moet zelfs nog een tijgertank staan. Ja, dat is mooi. Ja, er staat inderdaad een tijgertank in de buurt daar. Daar ben ik helaas niet meer geweest, maar dat is wel, als je die oude dingen mooi vindt om te zien, dan ben je daar op een goede plek. Zeker. Ja, Gruxen zegt, can you please turn the loader into a heavily armored battle robot? Thanks. Ja, dat zou best goed gaan hiermee, hè. Maar ja, dan wordt het wel een hele brute zwaargewichtklasse. Zo, dat zou nog wel iets zijn. Oké, laten we eerst eens even bedenken wat we gaan doen. Ja, laten we eerst maar eens... ik denk dat we hem gewoon moeten gaan klein maken. Hij gaat het wel doen, de rijden gaat wel werken. Ik denk dat we gewoon de motor eruit moeten halen. Ja. Wij hebben zitten bekijken wat we kunnen hergebruiken voor ons tankvoertuig. Maar ik denk dat we inderdaad... dan kunnen we best gewoon de aandrijving gewoon eruit halen, denk ik. Kijk, het zijn ook losse kasten en zo, hè? Ja, dus het is eigenlijk een mooi ding. Alleen dat lompe staal, daar is nergens voor nodig. Ja, het zit niet helemaal op de goede plek voor wat wij ervan willen bouwen, natuurlijk. Ja, het ding is eigenlijk best lomp gebouwd, eigenlijk. Want het is natuurlijk mooier om al die tandwielkasten en zo te integreren bij je plaat. Maar dat hebben ze gelukkig voor ons niet gedaan. Dat zijn gewoon losse kasten allemaal. Dus we kunnen hem echt gewoon helemaal uit elkaar schroeven. Oké, laten we het gelijk doen. Ja, niet kletsen, maar slopen. Nou, we gaan hem naar binnen in de werkplaats brengen. Want we gaan hem nou demonteren. We hadden gisteren nog gemerkt dat hij vacuüm trok op de tank. Dus... Volgens mij was het meer druk dan vacuüm. Ja, ik weet het ook niet zeker. Maar er zit hier, hij kan eigenlijk geen druk maken op die tank, of wel? Nou ja. Dit is een ontluchting normaal, toch? Maar die doet het niet. Dat zou niet goed zijn. Tenminste, hij bouwt toch nergens druk op? Het is niet dat er een luchtaansluiting op zit. Hè? Hij heeft geen perslucht dit ding, dus... Nee, test het maar gewoon. Ja. Even kijken. Zo. Brrr. Zo. Dan deze. Gloeien dat... Dat doet hij volgens mij niet. Brrr. Mee gloeien dan? Ja, het is een grijs draadje. Hij gaat naar dit toe. Hierzo, dit grijze draadje is het, denk ik. Nee, dat is... Oh, die zit op het contact. Hierzo normaal... gaat hij heen. Dit is het grijze draadje. Ja, normaal is gloeien is de sleutel andersom draaien, maar dat gaat niet. Dat doet hij niet. Ik zou gewoon nog even starten. Ja. Accu staat leeg. Oh.
Hij begint al meteen te rijden nou. Zie je? Ja, maar dat deed hij vorige keer ook. Succes! Zo makkelijk kan het dus zijn, hè? Nou, dat was een makkelijke reparatie, hè? Toch vreemd. Nee, juist niet vreemd. Als die tank, kijk... Die pompen, die zuigen natuurlijk olie uit die tank. Maar als er olie uit die tank moet, dan moet er wel lucht in die tank kunnen, want anders kan er geen olie uit. Dus ja, dan werkt het niet. Zoiets kleins, hè? Oké. Zou nou de bak ook werken dan? Probeer het ook. Ik denk het niet hoor, want daar is wel echt wat mis mee. Ja, we moeten kijken. Het lijkt erop dat daar het tandwieltje kapot is, hè? Maar al kun je die cilinders indoen, dat zou goed zijn. Pas op, want die staat al een paaltje onder, dat je dit niet... Nee, man. Soms van jammer. Ik vond het al een sterk verhaal. Nou, dat is geen sterk verhaal, maar hij pakt nou weer geen olie meer, hoor. Ik denk dat gewoon er veel te verstopt zit. Dit ding heeft vannacht doorgelopen. Waarschijnlijk. En nou krijgt hij weer niet voldoende olie. Heeft hij het even weggepompt en... ja. Maar ja, hij heeft wel voldoende vermogen. Dat is wel goed. We hebben in ieder geval wel gezien dat gewoon de motoren en de pompen wel in orde zijn. Dus kunnen we gewoon beginnen. Ja, want het heeft niks te maken met olie die op temperatuur is. Want dat kan ooit ook wel. Zelfs olie op een gegeven moment warm wordt en dan wordt dunner, dat het dan slechter gaat werken. Maar ja, dat is natuurlijk nou helemaal niet aan de orde. Het ding heeft net 1 minuut gelopen of zo. Dus dat is het niet. Ja, ik denk gewoon die filters. Maar ik denk dat we het ding gewoon moeten afbreken en ervan uit kunnen gaan dat dat wel in orde komt. We gaan beginnen met die arm eraf te halen. Want ja, die zit natuurlijk verschrikkelijk in de pad. Nou, hier zitten allemaal cilinders op en er zit nog olie in. Dus wat we eerst willen doen is die olie allemaal terug in de tank krijgen daar. Dan kun je hem straks goed aftappen. Dus net als deze cilinders, die staan er helemaal uitgeschoven. Dus aan deze kant zit praktisch geen olie meer. Dus dan gaan we deze slangen gaan we losmaken. Van de slangzijde, dus deze die onderste hier zo, van allebei. Nou, we hebben er al een lekbakje onder. Kunnen die slangen gewoon laten hangen. En dan gaan we de bedieningshendel bedienen. En dan gaan we ondertussen deze indrukken. En dan gaat de olie die hier zit zo, die gaat dan terug naar de tank. Dus dan kunnen we die kant ook leeg drukken. En dan kunnen we hem ontkoppelen en dan kunnen we, ze eraf halen. Zo. Het is altijd belangrijk als je gaat werken aan een hydraulisch systeem dat je natuurlijk even controleert dat er nergens meer druk op zit. We hebben net al gedaan door even de hendel te bedienen. Dus als dan ergens nog een cilinder onder spanning staat, dan zakt die naar beneden. Nou, dat is niet het geval. Dan kun je het veilig losdraaien.
zijn mensen mee verongelukt, hè? Gewoon slangen losdraaien die dus gewoon onder druk stonden. En dan nu niet eens zozeer dat ze verongelukt zijn door de olie die eruit kwam, maar gewoon dat ze een ding losdraaiden waar ze zelf onder stonden, zeg maar. Dat je zeg maar hier zo tussen gaat zitten en dan hier zo slangen losdraaien, zeg maar. Dat is niet zo verstandig. Ons sleutel past niet. Maat lomp. Maat bijna lomp, maar net niet lomp genoeg. Maken we hier maar 36 van. Niks mis mee. Past perfect hoor. Hatse plaats. Perfect, hè? Dit gaat goed zo. Zo moet het lukken. Draai maar los, ik film wel. Nou komt de force. De force. Hatsikke. En daar gaat hij al hoor. Mooi man. Cilindertjes, hè? Die komen nog wel van pas. Dat denk ik ook wel. Wat gaan we daarvan maken dan? Ik denk dat we ze maar even gewoon in ons assortiment plaatsen en ja, voor toekomstige projecten. We hebben er nog een heleboel, hè? Daar is er een paar. Daar is een paar, daar een langere. Ja, ja. We hebben al meer van die cilinders, hoor, want die sparen we natuurlijk, hè? En we hebben een paar hele chique gehad, ja, van Indy ook. Daar. Die zijn vet, zo. Telescopen. Ja, maar hier ligt ook al een hele lange. Kijk hier dan. Die zou eigenlijk ook een keer in moeten drukken. Kijk hier, deze. Zit daar nog olie in dan? Ja. Die is van een laadklep van een veewagen. Kijk, er zit zelfs een bedieningsventiel aan. Oké, volgende project. Yeah. Als dit klaar is, gaan we gelijk verder met iets met lange hydrauliekcilinders. Nee, als dit klaar is, gaan we meteen verder met die tank, want ik wil die motor horen lopen. Wat verdikken. Oké, laten we eerst deze tank maar afwerken. Tank ziet niet. Welkom bij de operatietafel. Nou, het ligt allemaal uit elkaar. En nou hebben we goed zicht op hoe het eigenlijk werkt. Nou, we hebben hier dus de twee pompen voor het rijden. Hè. Dat zijn eigenlijk de rijpompen. En die krijgen hier een olie vandaan, zeg maar. Kijk, want het is natuurlijk een gesloten circuitje. Je hebt daar een hydromotor, hij pompt daar naartoe. En komt terug, gaat meteen weer in de pomp. Maar er zit ook een lekleiding aan en ik denk dat deze slangen zijn, deze, dan gaat er ook olie weg. Ja, want het is ook nodig natuurlijk, want hij moet olie koelen en filteren en zo. Dus als dat de hele tijd blijft circuleren daar, dan krijg je natuurlijk een vervuild systeem. Dat is niet de bedoeling. Dus daarom zit er ook hier weer een toevoerslang. En die komen daar vanaf
dat filter, hier zitten filters. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Een aanzuigfilter, dat werkt niet best. Dan krijg je op een gegeven moment een cavitatie in je pompen. Dan krijg je luchtbelletjes. Niet goed. Maar, hebben ze iets op gevonden? Hier zo. Aan de andere kant van de filter. Daar zit de retour van deze. Van dit pompje. Dat is eigenlijk gewoon voor de rest van de hydrauliek. Voor het heffen en zo, zeg maar. Die gaat hier naartoe. Hier gaan de klepblokken. En ja, als je dan de bak bedient, dan gaat die olie naar de cilinders. Maar er komt natuurlijk altijd olie retour. En als je niks bedient, pompt die gewoon rond door het systeem. Nou, die olie die hiervan weggaat, die gaat door de oliekoeler, door die filters. En die gaat hier zo, gaat hij erbij in. Dus hij perst eigenlijk altijd zijn retourolie van dit systeem bij in het rijsysteem. En nou denken wij dat deze pomp niet meer draait, dat er iets in die tandwielkast niet goed is. Dus die retourolie die komt daar helemaal niet meer erbij. Dus daarom denken wij dat die rijwerken eigenlijk niet zo goed werken. Als je stil heeft gestaan is de olie natuurlijk allemaal erin gezakt. Dan doet je het even. Nou en dan rij je een paar keer op en neer. Nou, en als die olie verbruikt zit er lucht in. Ja, hij vult het niet meer terug aan. Dan rijdt hij niet meer. Dus dat is denk ik de oorzaak. Dat komen we straks achter als we deze even openmaken, denk ik. Dat is wel nodig. Oh, die spierbanen zijn gewoon uitgeslagen volgens mij. Dat is gewoon het probleem. Dat is wel vermaak, hè? Andere oliepomp. Nou ja, er zit een bus in. Daar zijn ze ook uitgeslagen. Misschien kun je die bus wel gewoon aan die oliepomp lassen. Kijk. Kijk hier. Ja? Die zijn allemaal uitgeslagen. Eigenlijk zouden we dat eerst moeten proberen. Dan zouden we eigenlijk nog een keertje moeten laten lopen. En dan? Kijken of het rijwerk dan werkt. Maar dan moet deze meedraaien. Ja, dan moeten we die dit aan elkaar lassen. Oh, dan moeten we dat even aan elkaar lassen. Ja. Dit kan er nou niet uit. Ik weet niet waarom niet. Maar volgens mij als we met een lager en ander uit tikken. Kan het wel, denk ik. Nou. Ja, hij valt daar een keer in de graf, hè? Ja. Laten vallen. Kijk. Dat dus. Man. Zwaarder dan de motorkap van die tank. Dit ding is helemaal. Potverdikke. Oh, je moet zeggen. Til maar op hoor. Dit ding is zwaar. Ja, dan moet je kijken hoe dik dat ook is. Dat is serieus, dat is gewoon 10 mm of zo. Maar waarom gaan we eigenlijk een tank bouwen? We hebben al een tank. Ja, dit ding is gewoon een tank van zichzelf al. Ja, dit ook. Hier. Dat is gewoon een plaat van 3 centimeter dik. Ik denk wel, als je werkplaats wordt getroffen door een tornado, dan is alles weg, maar dit ding staat er nog wel. Kun je meteen het doel mooi vlakschuiven, is netjes opgeruimd. Ja, laten we nou maar dit ding gewoon opruimen, dat is beter. Zo, ja, leg die maar buiten. Zo. Ja, we gaan nou dus die 2 rijpompen eraf halen. Dan kunnen we de tandwielkast openschroeven. Dan kunnen we even kijken hoe de tandwiel er verder uitziet. Of dat helemaal in orde is. En ja, misschien kunnen we wel een ander tandwiel ervoor vinden. Of het op een of andere manier anders oplossen. Hè? Misschien kunnen we wel repareren. Of het pompje op een andere manier aandrijven. Zo. Misschien is er wel iemand die een tandwiel voor ons heeft. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik weet niet, misschien is er wel een van onze kijkers die al eens eerder zo'n klein schrankladertje heeft gesloopt. En die misschien wel zo'n tandwieltje heeft liggen of zo'n tandwielkast met zo'n pomp eraan of zo.
We moeten ze er van voren af halen. Er zal wel olie in zitten. Nog. Zo hoort dat er dus uit te zien. Olie zit er niet meer in. Ja, die slangen die willen niet. Nee, dat is het. Dat is die bovenste. Deze unit. Ja, nou, die maar moet eigenlijk... doen we erachter. Nee, als we deze even eerst losmaken. Ja. De pijlstok eruit halen. Ja, dat komt goed. Trek deze er ook uit. Oh, die ook. Ja, man. Hoppatee. Kijk, die gaat wel. Zo hoort dat eruit te zien. Draai er maar aan, hè. Ja, ja. Maak hem maar open. Deze. Kijk, hier zitten shimmetjes tussen. Om dat te houden. De tandwielen zijn in ieder geval allemaal goed. Dat is fijn. Pakking is... Oh ja, er zit de slang aan. Dat is het probleem. Er zit hij hoeft niet helemaal weg, maar nee. Blijven zo. Deze is het, hè. Oh, kijk hier. Dat is gewoon een busje. Kijk dit. Zie je het? Maar dat betekent dat wij daar gewoon een... Dan moet ik even goed in de gaten houden. Deze zitten zo met van die shims ertussen, zie je? Deze is kapot, dus als we deze gewoon nieuw laten maken. Nou ja, of deze laten uitdraaien en een ding erin laten broodsen. Dan moeten we gewoon een ander pompje hebben met die flens. Hartstikke. Dat zei ik toch. We zijn even aan het meten, want het is wel zaak dat we heel snel die rupschakels gaan laten snijden, want ja, daar zit nog een beetje levertijd op. En de tijd die dringt, want ja, dit ding moet over 2,5 week moet helemaal tip-top klaar zijn. Dus dat is echt wel een hele spannende planning nog. We hebben hier even wat wielen op de grond gelegd. Zo denken wij dat ongeveer de rupsband moet gaan lopen. Ja, dat kan straks nog veranderen. Maar als we dit ongeveer aanhouden... Ja, om het aantal schakels te bepalen, dan moet het goed komen, lijkt mij. Ja, wat we verder willen gaan doen, willen daar de banden afhalen van zulke, van deze. En dan een soort van tandkrans maken die we eraan gaan lassen, waar dat hij dus de rupsband mee gaat aandrijven. Dus dat. Dus ik ga het dadelijk even tekenen. Ik heb wat dingen gemeten, schetsen gemaakt. En we gaan dit... Die kunnen we nou niet in elkaar zetten. We moeten hier we moeten eigenlijk een aandrijving maken voor deze pomp. We hebben bedacht om dat met een riem te doen. Omdat hij toch eigenlijk geen vermogen meer hoeft te leveren. Hij moet alleen maar olie rondpompen. We hebben toch geen hydraulische functies nodig voor de rest. En dan zou dat moeten werken. Dus we gaan ervan uit dat dat goed is. Dus we gaan dit ding verder slopen. Dus heel de aandrijving eruit halen en zo. Want dan kunnen we namelijk de onderdelen gaan rangschikken zoals ze moeten komen. En dan kunnen we het ding echt een beetje gaan vormgeven. Oké, niet te veel kletsen. Laten we gauw beginnen. Huh? Nou, Dirk. Jij amuseert je wel. Ik heb naar mijn zin hier, hoor. Mooi. Zeg je? Ik weet genoeg. Ik ga even lekker kleuren. Kleuren? Maar. Het is fijn. Wat van dikke. Nou. Veel plezier. Tot zo meteen. Dag. Je hebt niet stil gezeten, hè? Nee,
nee. Het ligt hier al helemaal uit elkaar en de olie netjes in de bak. De helft ligt ongeveer op de vloer. Nee jongen, er ligt na vanaf niks op de vloer. Een paar drupjes. Daar een beetje kattenkool op en niks aan de hand. Maar jij hebt ook niet stilgezeten. Dat klopt, ik heb ondertussen de rupsbanden eigenlijk ver uitgetekend. Ja, want dan moeten we dadelijk gaan bestellen, hè? Ja. En we waren net nog even aan het nadenken over de wielconfiguratie. En ja, we willen natuurlijk een beetje sneller rijden dan de Bobcat. En je ziet het. Deze wielen zijn best wel groot. Dus we moeten eigenlijk een behoorlijk groot aandrijfwiel maken. En dat ziet er eigenlijk gelijk heel lomp uit. Maar, nou dachten wij zojuist aan het model van de Renault FT17 tank. En die heeft best wel grote aandrijfwielen. Dus misschien moeten we gewoon maar een beetje die wielconfiguratie aanhouden. Hoppa. Ja. Ja, dat vind ik dus wel mooi. Dat minder. Ja, toch? Ja. Ja, daarom. Nee, daar komt het goed. Anders ziet het er zo raar uit, joh, met een grote wiel. Maar ja, dan is het, dan lijkt het logisch, hè. Ja, mooi. Ja, kijk. Zoiets moet het worden. Dus ik ga nog even door met tekenen. Want we willen eigenlijk deze dingen wel vandaag eruit hebben. Want dan moet zo snel mogelijk allemaal gesneden worden en zo. En het is ondertussen ook 5 uur geweest. Dus dat betekent het einde van deze werkplaatsvlog. Dus ik zou zeggen mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.